Waarom was die stap naar het werkveld voor jou zo belangrijk? Om terug aan het werk te gaan? Ik wou eigenlijk gewoon terug in het normale leven gaan, zoals Didier eigenlijk vertelt. Het is belangrijk om het achter zich te laten en gewoon terug vooruit te gaan. En ik weet wel, het is een moeilijke periode voor iedereen, maar eens moet je de stap zetten en dan zie je wel hoe het loopt in feite. Mm-hmm. Voilà. Ja, en Els, jij die mensen begeleidt, wat is voor hen zo belangrijk om terug aan het werk te gaan? Ik denk dat woord normaal, dat heel vaak gebruikt wordt dan. En wat we gaan doen in de begeleiding en in coaching is en dat normale een kans geven en kijken hoe is het vandaag, wat is er veranderd, wat blijft er. En de reden waarom dat thema van werk zo actueel, ik zei het daar straks al in het algemeen, maar werk maakt zeker in onze wereld hier een essentieel deel uit van wie dat we zijn. Dat is een stuk identiteit. Ja. En werk op zich is een waarde. Ja. Het is heel oké dat je zegt van ik heb dat werk nodig om mij volledig mens te voelen. Ja. En daaraan, wat zo specifiek is bij kanker, is van dat het zo ingrijpend is. Het bericht, de behandeling, de impact en dergelijke meer. En ook langlopend, dat is niet iets wat je in een wip kan oplossen. Hè. Maar omdat het zo ingrijpend is, raakt dat ons aan al onze kernwaarden. En die zijn voor iedereen anders. Maar er zijn wel een paar klassiekers die ook al bij jou aan doorklinken. En dat is van, ik wil ergens deel van uitmaken. Ik wil iets opbouwen. Ik wil erbij horen wat een menselijke basisbehoefte is. Hè. Ik wil creatief kunnen zijn. Ik wil mij meer nuttig voelen. En ik wil iets teruggeven aan mijn collega's die ik zo in de steek heb gelaten, is dan dat basisgevoel. En met die waarden gaan we verder werken. Dat is de basis, dat is eigenlijk de sokkel van de persoon in dat hele proces van terugkeer.